maker van medische apparatuur en daarin is het een van de grootste in de wereld. Consumentenelektronica, waar Philips groot mee is geworden, speelt nog maar een kleine rol. Maandagochtend heeft Philips de cijfers over het tweede kwartaal gepresenteerd. Een lichte groei, net als in het eerste kwartaal. De vergelijkbare omzet in het tweede kwartaal groeide met 4%. Een procentpunt meer dan in het eerste kwartaal. Het groeitempo ligt dit jaar wel iets lager dan vorig jaar. Sowieso is de groei van Philips een licht teleurstellend. Het idee was dat Philips harder zou kunnen groeien na het afstoten van consumentenelektronica en verlichting. De medische tak was jarenlang de best presterende divisie van Philips en had ook vaak de hoogste groei. De groei van Philips de afgelopen tijd is echter niet veel hoger of rondom de gemiddelde wereldwijde economische groei. Nou is daar helemaal niks mis mee. Alleen het aandeel kan dan eigenlijk ook niet gewaardeerd worden als een groeiaandeel. Nou bestaat Philips in de huidige vorm nog niet zo heel erg lang. De kans bestaat dat de groeicijfers de komende tijd flink verbeteren. Maar we vinden het niet verstandig dat beleggers alvast vooruitlopen op Philips als groeibedrijf. Het gaat helemaal niet slecht met het vernieuwde Philips, maar de echt grote groei ontbreekt naar onze mening. We zien daarom ook geen reden waarom het aandeel Philips de komende tijd een bovengemiddeld rendement zou kunnen halen. Meer over Philips kunt u vinden in de beleggersbelangen van deze week, nummer 30, of op onze website beleggersbelangen.nl. Bent u nog geen abonnee, maar heeft u wel interesse, dan hebben we een interessante aanbieding voor u.